Wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 31 december 2018. Dus dit is de laatste dag dat ik in 2018 zal vloggen. Ja, het jaar ging echt super snel, maar ik heb echt oprecht, denk ik, het leukste jaar ooit meegemaakt dit jaar. Ik bedoel, ik heb heel veel gereisd. Ik ben naar Curaçao geweest, New York, Londen, Griekenland met mama. Wat echt, gewoon geweldig was. Want New York was natuurlijk echt al heel erg lang een droom van mij om naartoe te gaan. En dat heb ik dit jaar eindelijk kunnen doen. Ik ben natuurlijk aangenomen op mijn opleiding, waar ik ook ontzettend blij mee ben. En ik heb het ontzettend naar mijn zin daar. En ja, dat is gewoon echt wel een hoogtepuntje geweest van eigenlijk mijn hele leven tot nu toe. En ja, ik ga niet veel sentimenteel nu praten, maar ik heb gewoon echt een superleuk jaar gehad. En ja, wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat ik heel veel nieuwe vrienden heb gemaakt. En heel veel super fijne vriendschappen erbij heb gekregen. En ja, dat maakt me gewoon heel erg blij. Ik ga straks naar Feyenaard. Dat is super ver voor mij. Ik moet 3 uur reizen of zo. Maar ik ga daar oud en nieuw vieren met vrienden. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Maar ik moet eerst nog even heel erg lang in de trein zitten. Dus ja, eerst dan maar eens even overleven. Kijk eens hoe gezellig het hier is, jongens. Supergezel. Doe een duimpje omhoog voor 2019. Ah, yeah. Oké, allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog. We zijn bij Jan. Ja, dit was je nog niet. Want we gaan met z'n allen gezellig uit en nieuw vieren. Ja, alleen duurt het nog wel. Het is 8:50. En we gaan straks lekker vuurwerk kijken. We slapen. Hoe dat wordt gedaan door de rest. Nee, we gaan nog lang niet slapen hoor. Dus hier is Thiago. We hebben hier Roos, we hebben hier Neeltje, Julie is Jan, en daar is Anne. Dankjewel. Wat zijn jullie goede voornemens? Voor mij goede voornemen heb ik niet. Nee, niet. Vergeet geen vuurwerkbril. Nee, kijk. Heilig. Ga jij vuurwerk afsteken? Zet hem op. Je vuurwerkbril. Safety first. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Nee, toch? Dit is een hele mooie. Pamela heeft haar eerste vuurwerkje van het jaar afgestoken. Yes! Oké, je hebt zeg maar op tv heb je een zender. Nee, een aanbieder. Ook, dus ook wifi, ook, het is geel. Geel. Nee, geel. Jawel, je hebt een beetje oranje logo. Ziggo. Ja, oké. Wat zegt hij ook weer? Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mensen. Mijn naam is Enzo Knol. Dat is niet waar. Nee. Hoe is het? Nee, ik heb echt geen spierballen hoor. Fuck man. Het is bijna 12 uur. Nou, het is eigenlijk nog wel een half uur. Ik een half uur. We hebben net niet echt bijna. Dan is het moment dat we verplicht gezellig moeten doen. Ja. Happy New Year. Happy New Year. Yes. Het was Jannes. Laters. Bye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, hey! Yeah! Pamela in haar natuurlijke habitat. Oh, is. Wat is ze gezellig, hè? Hey, zijn we weer? Zijn we weer? Je favo-influencers. Het is nu 2019. Hoe voel jij je? Ik voel me als herboren. Herboren. Ik heb jeuk aan mijn neus, maar... Ik ook. Wow. Huh? Ik ook. Ik heb zo niet last van mijn arm. Het is echt gewoon tieners. Het is gewoon zo makkelijk. En wat is jullie goede voornemen? Hoe voelt het om in 2019 te zijn? Nou ja, echt heel apart. Ja, herboren. Het is anders. Goedemorgen, Pam. Goedemorgen, het is vandaag 1 januari. Yeah. Kijk, X on the Beach, goed begin van 2019. Yes, let's go. Ja, 1 januari dus. Hè? Ja. Ben je al anders? Ja, ik voel me herboren. Hey, het is vandaag woensdag 2 januari. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd, maar ik was echt kapot. Ik had 3 uur geslapen. Ik kwam thuis na lang reizen en ik ben mijn bed ingegaan en ik ben gaan slapen. Dus ik heb niks gevlogd gisteren, maar jullie hebben ook niks gemist. En jullie hebben mijn brakke hoofd ook niet hoeven zien, dus dat is top. Nu is mijn camera bijna leeg. Nee, ik moet zo weg. Kut. Oké, nou, even snel opladen, want... Shit, heb ik nog een op batterij?
Oké, gelukkig heb ik nog een batterij. Dus dat is fijn. Oké, mijn planning voor vandaag. Ik ga vandaag naar Rotterdam. Daar ga ik Meg ontmoeten. En ik ken haar al best wel een tijdje via Instagram. Dit is haar Instagram. Het is gewoon echt een superleuke meid. En ik volg haar gewoon heel erg graag. En we hebben echt al heel vaak gedm'd. En gewoon, ja, ik weet niet. We kletsen gewoon best wel vaak. En we wilden al heel erg lang graag een keertje afspreken. En dat gaan we vandaag doen. Ik ga naar haar kamer toe in Rotterdam. Ik ben echt super excited om haar te ontmoeten. Omdat, ja, ik weet niet. Ik denk gewoon echt dat het heel goed klikt tussen ons. Ik heb er echt heel veel zin in om haar te zien. En ik denk dat het gewoon een heel gezellig dagje gaat worden. Ja, ik ga jullie vandaag meenemen. En ja, zin in. We moeten wel eerst 1,5 uur in de trein zitten, maar I will survive. Hallo, het is alweer een paar uur later. En ik zit hier in de Bagels & Beans met me. Yay! En ja, hoe laat is het? 4:10. We hebben om 3:30 even geluncht. Helemaal top. Wat gaan we zo meteen doen? Goeie. Ik ga foto's van jou maken. Van mijn hoofd. Spannend. Komt helemaal goed. Gaan we doen. Ik ben dus aan het oefenen op mijn ukulele. En ik heb dit ding nu 4 dagen, denk ik. 5 dagen. En ik heb er niet elke dag op gespeeld. Ik denk dat ik 4 dagen nu heb gespeeld of zo. En ik ben er echt heel erg blij mee. Het kwam eigenlijk een beetje omdat mijn stiefzusje er eentje had. En die had ze mee op vakantie. En ik wilde er eigenlijk stiekem al heel erg lang eentje. En toen heb ik het dus bij haar even geprobeerd. Gewoon om te kijken of ik het leuk vond. En toen heb ik er eigenlijk gelijk eentje besteld. Want ik was gewoon super enthousiast. Ja, nu ben ik er dus mee aan het oefenen. Ik ben nu het liedje Million Dreams van The Greatest Showman aan het oefenen. En het ding is, ik kan wel al wat akkoorden spelen. Maar ik kan zeg maar nog niet de ritmes zeg maar doen. Kijk, ik kan dan nu bijvoorbeeld dit ritme. Zeg maar dat. Dat kan ik dus nog niet met zingen tegelijk. En ik vind het wel gewoon leuk om erbij te zingen. Dus die ritmes ben ik nog heel erg aan het oefenen. Maar de akkoorden gaan wel al best wel goed. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. That I call my Goedemorgen allemaal. Wat zeg ik? Het is middag. Het is 2:00. Oké, Pam. Ik heb net een video opgenomen. Dat vind ik echt heel erg goed van mezelf. Ik ga zo meteen nog een video opnemen. Dat vind ik ook heel erg goed van mezelf. En ja, verder weet ik het niet. Oh ja, ik moet ook nog een video editen. Ik heb nog 4 dagen vakantie met deze dag erbij. En ik kan niet wachten tot het voorbij is. Vandaag ga ik dus lekker een YouTube dagje ervan maken. 2 video's opnemen, video editen. En morgen ga ik een schooldagje houden. Ik moet echt even wat schoolwerk inhalen. Dat ga ik morgen allemaal doen. Dan zaterdag, weet ik nog niet. Ik hoop even time spenden met mama nog. Voordat ik weer terug naar Tilburg ga. En dan zondag terug naar Tilburg. Waar ik echt ontzettend veel zin in heb. Want ik heb echt weer zin in school. Ik ben echt ready voor een nieuwe periode. En laat het maar beginnen. Want ik ben een beetje klaar met deze vakantie. Dus ja. Oké, ik ga nu heel even chillen en dan ga ik zo meteen video nummer 2 opnemen. Misschien moet ik dan even wat make-up op mijn smoel doen. Ja. Zo, ik heb mijn kleding weer ingeruild voor mijn pyjama. 2 video's schuim vandaag. Ik moet het nog editen, maar dat ga ik straks doen. Ik heb even geen zin meer nu. En ik ga zo eten maken. Mijn moeder gaat nu boodschappen doen en ik ga koken. En ik kijk nu A Series of Unfortunate Events. En ik ben nu bij seizoen 3. Dus ik ga nog even verder kijken en ga ik zo eten maken. Ik weet niet of ik nou echt zin heb om mezelf nu op beeld te zetten.
Want ik heb helemaal niks aan mijn uiterlijk gedaan vandaag. Ik heb zelfs mijn haar nog niet gekamd. Dus ik weet niet of ik hier nou heel erg gelukkig van word. Maar we doen het er maar mee. Het is dus vandaag vrijdag. En ik heb vandaag precies niks uitgevoerd. Het is 5:30. Nou ja, voordat ik mijn bed uit was, was het al laat. Ik heb iets aan school gedaan, maar eigenlijk heel weinig. Ik had meer kunnen doen. I don't know. Het lukt allemaal gewoon niet. En nu zie ik dat mijn camera bijna vol is. En ik ga nu vlogs kijken en straks misschien nog even editen. Hey Wolly, wat gaan we doen? We gaan naar de bios. Echt? Wow. Mama gaat ook mee. Familieuitje. Ah! Voor het eerst in 6 jaar. Dat ik besta. Mam. Leuk hè? Vet gezellig zeg. Echt hoor. Niet normaal. Niet normaal. Mag naar huis? Wil je nu al naar huis? Ja, nu gaat met iemand. Mama ook volgens mij. Oh mensen, ik ben zo gelukkig, want ik ben terug in Tilburg. En ik ben gewoon zo blij om hier weer te zijn. Nu moet ik wel nog heel veel gaan doen deze middag. Ik ben weer lekker terug naar mijn kamertje. Oh my god, ik ga even de gordijnen open doen, want het is hier echt heel donker anders. Ik ben echt ontzettend blij om terug te zijn hier. Ik moet wel echt super veel doen. Ik moet gaan schoonmaken, opruimen, boodschappen doen. Ik moet best wel veel doen. Vanavond komen Bjorn en Kees hier eten. En Soraya is er natuurlijk ook gewoon vanavond. En oh, ik ben zo blij om terug te zijn. Ik kan wel huilen. Oh, ik vind het echt heel fijn om terug te zijn. Gewoon dat school weer gaat beginnen. En dat ik gewoon weer elke dag lekker met vrienden ben. Echt. Ik ben echt zo gelukkig. Maar goed, nu gaan we schoonmaken, stofzuigen, opruimen om weer fris aan een nieuwe periode te beginnen. Dus let's go. Ik heb mijn hele kamer opgeruimd en netjes gemaakt en ik ben super trots. Nu ga ik boodschappen doen. Daar heb ik echt geen zin in, maar moet gebeuren, want anders heb ik geen eten deze week. Dus haha, let's go. Zo, het is inmiddels alweer veel te laat en ik moet veel te snel gaan slapen, want ik moet morgen weer vroeg mijn bed uit. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!